Goed bezig. En de volgende. Ah, hey, hallo iedereen. Ja, ik was hier net een kaartenhuisje aan het bouwen, zoals je kunt zien. Het gaat niet al te vlot, mijn kaarten zijn vrij nieuw, dus ik denk dat ik een ouder pak kaarten moet kopen op een of andere manier. Maar het belangrijkste is dat wat ik hier nu eigenlijk aan het doen ben, dat dat een praktische toepassing is van de les die we vandaag en op dit moment gaan bekijken. Het zijn namelijk lessen over statica. En dat is het onderwerp waar we op dit moment mee bezig zijn. En statica, dat is eigenlijk gewoon het probleem van constructies maken die blijven staan. Zoals dit kaartenhuisje hopelijk ooit zal blijven staan op het einde van deze video. En wat houdt dat in? Wel, als je kijkt hoe dat ik dat kaartenhuisje maak, ja, dan neem ik kaarten. En wat ik probeer te doen als ik die tegen elkaar zet, is ik probeer de krachten uit te balanceren ten opzichte van elkaar, zodanig dat die kaarten blijven staan. En ik ben er duidelijk niet heel succesvol in op dit moment. Maar je hebt dus het principe wel begrepen. En dat uitbalanceren van krachten, dat is dus de basis van elke statische constructie. En dat is dus hetgeen dat we gaan moeten bestuderen. Maar dat houdt natuurlijk ook in dat we eerst en vooral moeten kunnen identificeren wat de krachten zijn in zo'n constructie. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Nu, een kaartenhuisje bouwen is eigenlijk een vrij simpel statica-probleem. Ik neem gewoon de kaarten in mijn hand en ik plaats ze op de tafel en ik probeer op het gevoel min of meer in te schatten of ze al niet zullen blijven staan. En als dat het geval is, laat ik ze los en dan ga ik gewoon verder met de volgende driehoek. Stel dat mijn kaartenhuisje instort, zelfs dan is dat geen al te groot probleem. Dan ga ik gewoon verder en bouw ik een nieuw. Er zijn geen doden gevallen en er gaat zeker niemand zeer hoge bedragen van mij claimen omdat ik een constructiefout heb gemaakt. Maar jammer genoeg is dat in de realiteit soms wel eens anders. Grote bouwwerken zoals bruggen, torens, podiumconstructies of kranen, ja, die bestaan uit zeer zware elementen die je niet zomaar even in je handen kunt vastnemen en waarvan je niet zomaar even kunt inschatten of ze wel, of de verschillende componenten wel mooi in elkaar passen. Dus daar kun je die intuïtieve of gevoelsmatige strategie niet toepassen. En bovendien zit je natuurlijk ook met een groot probleem als zo'n brug instort, want dan gaat dat meteen heel wat levens kosten. Dus hier ga je naar een andere strategie moeten grijpen dan bij het bouwen van onze simpele kaartentoren. En ga je dus berekeningen moeten uitvoeren. En dat is wat we gaan zien in statica. Kleine fouten in de berekeningen kunnen meteen dramatische gevolgen hebben. Hier zie je een voorbeeld van wat er precies zou kunnen gebeuren als zo'n statica berekening verkeerd uitgevoerd wordt. Dit is het stadion van AZ, een Nederlandse voetbalclub uit Alkmaar. En in augustus, of is het oktober, sorry, 2019 stortte daarvan het dak in. Gelukkig was er toen geen voetbalwedstrijd aan de gang en zijn er ook geen gewonden of doden gevallen. Maar je kan dus wel gemakkelijk inzien dat dit heel anders had kunnen aflopen. Toevallig verscheen er eergisteren een artikel op Sporza waarin het onderzoek naar dit voorval werd beschreven. En bleek dat er een aantal fouten zijn gebeurd bij het ontwerp van dit stadion. Ik wil graag jullie aandacht vestigen op de laatste zin, want daarin staat namelijk waarom het dak precies is ingestort. Het was een zeer winderige dag op de dag waarop dit voorval plaatsvond. En blijkbaar was er een zekere neerwaartse windbelasting op het dak. En wat belangrijk is, is het kleine bijzinnetje dat in het midden van deze zin staat, namelijk dat het dak daarop, op die neerwaartse windbelasting dus, niet was berekend. En dat is dan ook meteen de reden waarom het stadion of het dak niet voldoende sterk was om die neerwaartse windbelasting aan te kunnen en waarom de instorting heeft plaatsgevonden.
En dat is meteen een heel belangrijke boodschap aan het begin van deze les. En een boodschap die je eigenlijk in je hele carrière als ingenieur zal moeten meedraaien. Als je een bepaald probleem, mechanica probleem in dit geval, gaat willen oplossen, dan ga je eerst en vooral het probleem moeten schematisch voorstellen. Dat kan al een heel moeilijke stap zijn. Maar de volgende stap, is meteen een heel belangrijke stap, is dat je de juiste krachten binnen dat probleem gaat moeten definiëren. En als je dat verkeerd doet, dan zie je meteen wat voor desastreuze gevolgen dat kan hebben. Dat is wat dit voorbeeld aantoont. Dus als je een mechanica probleem oplost in de oefeningen, en je zult er veel achter de kiezen krijgen de komende jaren, zorg er dan absoluut voor dat je de tijd neemt om die krachten in te schatten, om na te gaan welke krachten er op het systeem zouden kunnen werken en dat je die dus één per één afgaat en afvindt. Precies omdat het identificeren van de juiste krachten zo cruciaal is bij het oplossen van mechanica-vraagstukken, heb ik besloten om er een hele les aan te wijden. En in de les van vandaag zullen we dus een overzicht krijgen van verschillende krachten die mogelijk op een mechanisch systeem kunnen werken en een beschrijving van wanneer dat die juist in zo'n systeem te vinden gaan zijn. Laten we er dus aan beginnen. Laten we eens de lijst samen afgaan. De eerste kracht waar je wellicht aan denkt, dat is de zwaartekracht. En de zwaartekracht is eigenlijk op problemen die op het aardoppervlak plaatsvinden een van de meest voorkomende uitwendige gegeven krachten. Waarom is dit een uitwendige gegeven kracht? Wel, het is een uitwendige kracht omdat de kracht uitgeoefend wordt door de omgeving op het lichaam of op het stelsel van punten of lichamen dat we beschouwen. En anderzijds is het een gegeven kracht omdat de kracht gekend is. We hebben een formule die beschrijft of in andere gevallen is het een kracht die uitgeoefend wordt door een bepaald element dat we onder onze controle hebben. Om even terug te komen op de zwaartekracht, daarvan weten we dat de zwaartekracht uiteraard een vaste richting heeft. We veronderstellen daar dat alle zwaartekrachtvectoren evenwijdig zijn met elkaar. Dat is een benadering die op zich geen problemen kan opleveren als ons mechanica-vraagstuk zich op het aardoppervlak bevindt. Het feit dat we met evenwijdige vectoren te maken hebben, betekent dat we deze kunnen vervangen door een resultante op de centrale as. Dat hebben we gezien in de les over glijdende vectoren. En die resultante, dat gaat dus de totale massa van het stelsel zijn, in dit geval aangeduid met kleine g, vermenigvuldigd met de veldsterkte g. En die gaat aangrijpen op een drager door het massamiddelpunt g. Nu, zwaartekracht is dus maar één van de verschillende opties. Andere voorbeelden van uitwendige gegeven krachten zijn bijvoorbeeld aandrijfkracht. Dat is de kracht die een motor gaat leveren, bijvoorbeeld in jouw wagen, maar ook in een robot bijvoorbeeld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over windbelasting. De wind die op een gebouw blaast bijvoorbeeld, zoals het dak van het stadion van AZ. Het kan gaan over magnetische krachten en zo kun je dus nog heel veel verschillende voorbeelden bedenken. Maar het voornaamste is dus dat krachten zijn die op een of andere manier van een externe bron komen. Dus door een extern voorwerp of een externe massa worden uitgeoefend op de structuur. Dat kan dus zelfs de wind zijn, dat kan dus zelfs de lucht zijn. In sommige gevallen gaan we die kunnen berekenen of gaan we die kennen. Dat is zo bij de aandrijfkracht van een motor. Dat gaan we zelf in de hand hebben wat die gaat zijn. In andere gevallen gaan we die moeten inschatten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij windbelasting. Naast de uitwendige gegeven krachten is er nog een andere soort uitwendige krachten die we kunnen definiëren. En dat zijn de uitwendige bindingsreacties. Nu, dit heb je al gezien, dan richt ik mij vooral tot de ingenieurs, minder tot de ingenieur-architecten. Maar dat heb je al gezien als we het gebonden punt hebben besproken. Daar hebben we gezien dat er een kracht nodig is om een punt op een welbepaalde baan of op een welbepaald oppervlak te houden. Een bekend voorbeeld daarvan is de normaalkracht, die je wellicht al in het middelbaar hebt gezien. Normaalkracht zorgt ervoor dat een blok op de tafel blijft liggen
Ook al werkt de zwaartekracht op dat blok en zou de zwaartekracht heel graag dat blok gewoon door de tafel duwen en op de grond laten vallen. Het is enkel door de normaalkracht, wat in dit geval dus een uitwendige bindingsreactie is, de normaalkracht die op dat blok werkt en die zorgt ervoor dat de zwaartekracht gecompenseerd wordt, zodat de totale kracht op het blok nul wordt en zodat die gewoon mooi op zijn positie blijft. Zo'n normaalkracht is ook op de tekening links getekend. Dat is een voorbeeld van het voorbeeld van een rollende steen. De uitwendige kracht, of de uitwendige bindingsreactie liever, die staat hier in het rood getekend. Dat is de vector R. En je ziet meteen een zeer belangrijke eigenschap. Die staat namelijk loodrecht op het contactoppervlak. En dat is ook logisch. Wat we hier trachten te verhinderen is dat de steen door de grond zakt. En dat betekent concreet dat we alle krachten die loodrecht op het oppervlak, loodrecht op de grond werken, dat we die in een of andere manier, op een of andere manier gaan moeten opnemen, gaan moeten tegenwerken met een kracht die gelijk is in grootte, maar tegensteld in zin. En dat is exact wat die vector R doet. En dat is dus ook exact waarom die loodrecht op dat oppervlak staat. Stel dat de reactiekracht toch een component zou hebben volgens de richting van het contactoppervlak, wel dan zie je dat die reactiekracht eigenlijk zijn functie niet degelijk vervult. En zoals hier rechts op de slide staat, is de functie van een reactiekracht juist om te voorkomen dat een bepaalde beweging uitgevoerd kan worden. Maar die steen die is aan het glijden en die glijding of die glijbeweging die gebeurt volgens dat contactoppervlak. Dus met andere woorden zit die component van de reactiekracht daar eigenlijk geen functie te vervullen en is die er ook gewoon niet. Moest die er wel zijn, en dat gaan we later zien, dan spreekt men van wrijving. Belangrijk is dat die bindingsreactie alle krachten kan opnemen die dus het voorwerp van zijn baan doen afwijken. En om die reden kan een bindingsreactie dus in verschillende richtingen werken. En zelfs als die in één wel bepaalde richting werkt, dan kan die ook nog eens enkel of dubbelzijdig zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het voorbeeld links, een fietser die een looping maakt. Die fietser die gaat proberen om een zo hoog mogelijke snelheid te behalen, zodanig dat hij een heel hoge middelpuntvliedende kracht heeft. En het is die middelpuntvliedende kracht die de fietser op de baan gaat drukken en ervoor gaat zorgen dat hij niet van de baan of van de looping afvalt. Het feit dat er een druk wordt uitgeoefend op die baan betekent ook hier dat er een normaalkracht moet zijn die ervoor gaat zorgen dat hij niet door die baan heen gaat vliegen. En die drukkracht die is dus op de wielen gericht. Dus die rode pijltjes hier die op de wielen staan getekend, dat is de kracht die de baan uitoefent op de fietser. Nu, naarmate de snelheid van de fietser afneemt, gaat ook die middelpuntvliedende kracht afnemen. En op een gegeven moment gaat de fietser geen druk meer uitoefenen op de baan. De netto-kracht op de fietser zal nu naar beneden gericht zijn en die gaat er dus voor zorgen dat de fietser van de baan af zal vallen. Hoe kunnen we dat vermijden? Wel, we zouden op een of andere manier een reactiekracht nodig hebben die fietser tegen de baan drukt, maar dat is dus gewoon onmogelijk in de huidige setup en de fietser zal dus wel degelijk vallen. In een achtbaan, de figuur rechts, hebben we een gelijkaardig scenario. Ook daar zal bij een hoge middelpuntvliedende kracht de reactiekracht naar beneden gericht zijn. En die zal er dus voor zorgen dat de achtbaan niet, of dat de karretjes niet door de looping gaan heen breken. Dus dat is de kracht die de looping op de karretjes uitvoert. Die is naar beneden gericht. Maar ook hier, als de snelheid te klein is, of stel in de limiet dat de karretjes vast blijven zitten in de positie die hier getekend is, ja, dan ga je een kracht nodig hebben die de zwaartekracht tegenwerkt. En die is natuurlijk zelf naar beneden gericht, waardoor de benodigde reactiekracht naar boven gericht is.
Nu, in het geval van de fietsende looping is het volledig de fietser zelf die het risico neemt. Vandaar dat er hier geen veiligheid is op deze tekening. Maar bij een achtbaan kun je dat natuurlijk niet maken. Het pretpark zal zeker alles eraan doen om rechtszaken te vermijden. Die zouden kunnen ontspinnen na een ramp waarbij een achtbaan volledig loskomt. Of waarbij de kaartjes loskomen van de achtbaan. Dus ze gaan daar zeker veiligheidsmaatregelen voor voorzien. En wat zijn die veiligheidsmaatregelen? Wel, zij gaan zorgen voor een dubbelzijdige binding. Dus zij gaan ervoor zorgen dat de binding ervoor zorgt dat er zowel krachten in, krachten in beide zinnen kunnen opgenomen worden in de achtbaan. Bij de looping is dat dus niet het geval. Daar spreekt men van een enkelzijdige binding. Nu, je kan perfect een voorbeeld bedenken waar dat je zowel enkel als dubbelzijdige bindingen hebt, maar dan in verschillende richtingen. Nu, een enkelzijdige of dubbelzijdige binding, dat is een eigenschap volgens een bepaalde richting, maar je kunt natuurlijk ook bindingskrachten in verschillende richtingen hebben. En dat is bijvoorbeeld het geval bij dit soort van knikkerdoolhof dat je in de rechtse figuur ziet. Die knikkers in die gleuf, die gaan bindingskrachten ervaren in twee verschillende richtingen. Dus in de x-richting, de horizontale richting, in de y-richting, dat is de verticale richting. En dan zie je dat er daar verschillen bestaan tussen beide bindingen. De binding in de y-richting, die is vrij eenvoudig te bekijken. Dat is de binding die ervoor zorgt dat de knikker niet door de grond zakt of door de bodem zakt van het speeltje. Maar die kan niet tegenhouden dat je de knikker uit de gleuf gaat tillen. Dus in dit geval hebben we te maken met een enkelzijdige binding. Nu, wat de horizontale binding betreft, wel, daar zie je dat de knikker enerzijds een beetje, dat die kan afwisselen van de wand waar dat die tegenwerkt. Stel dat die vertrekt aan de linkerwand, dan zie je dat we een binding gaan hebben die naar rechts duwt. En die dus vermijdt dat de knikker door de linkerwand gaat. Stel nu dat de knikker om een of andere reden naar rechts afwijkt en dat die plotseling met de rechterwand in contact komt, wel, dan gaat er een reactiekracht ontstaan op de rechterwand die er ditmaal voor zorgt dat de knikker niet door die rechterwand breekt. En zo zie je dus dat dit een dubbelzijdige binding is, dat de bindingskracht Rx dus in de twee mogelijke zinnen kan werken volgens de x-richting. Dat zijn dan uitwendige krachten. We kunnen ook inwendige krachten definiëren. En inwendige krachten, dat zijn krachten die uitgeoefend gaan worden tussen twee punten, of meer algemeen lichamen, van het stelsel dat we beschouwen. En vandaar dus inwendig of intern. Gegeven kracht, dat hebben we daarnet al uitgelegd, dat gaat dus om gekende krachten. En in dit geval zijn typische voorbeelden van inwendige gegeven krachten de gravitatiewet, aantrekkingskrachten tussen massa's. Een ander voorbeeld kan veerkracht zijn en een derde voorbeeld magnetische aantrekking tussen verschillende partikels of verschillende punten. Je ziet dat al deze gegeven krachten, dat die beschreven kunnen worden door een formule, gravitatiewet of de wet van Hooke bijvoorbeeld, in het geval van veerkracht, die van magnetische aantrekking ken ik niet van buiten. Maar dat betekent dus dat je ze kunt berekenen en vandaar dus dat het een gegeven kracht is. Het zou ook bijvoorbeeld kracht kunnen zijn die door een motor wordt uitgeoefend, maar daar gaat de motor dus aangrijpen tussen twee punten van het beschouwde stelsel. Een ander typisch voorbeeld van inwendige gegeven krachten, of een stelsel dat bepaald wordt door inwendige gegeven krachten, dat is het stelsel maan, zon en aarde. En het zijn dan de aantrekkingskrachten die de verschillende hemellichamen op elkaar gaan uitoefenen, die de inwendig gegeven krachten zijn voor dit stelsel. Daarnaast kan je, net zoals we uitwendige bindingsreacties hadden, ook inwendige bindingsreacties hebben.
En dat zijn bindingsreacties die eigenlijk ervoor zorgen dat twee lichamen of twee punten, dat die in zekere mate samen blijven. En een mooi voorbeeld is het kaartenhuisje dat ik daarnet getoond heb. Dat heb ik hier even geschetst op deze tekening. Als twee kaarten tegen elkaar steunen, wel, dan zorgen die ervoor dat die ten opzichte van elkaar niet in de x-richting kunnen bewegen. Dus een contactpunt is eigenlijk aan elkaar gelinkt. Dat geeft ons een extra vergelijking. En we weten dat de positie van dat contactpunt op beide lichamen, dat die hetzelfde gaat moeten zijn. En dus ook hier zie je dat die binding eigenlijk een bepaalde beweging verhindert. De rechtse kaart verhindert de linkse kaart van naar rechts te bewegen en vice versa, de linkse kaart verhindert de rechtse kaart van naar links te bewegen. Je ziet dus meteen ook dat inwendige krachten, dat die voldoen aan het actie-reactie-principe. En als je dus het globale stelsel van de twee kaarten gaat bekijken, dan zie je dat die inwendige reactiekrachten, dat die, inwendige krachten in het algemeen eigenlijk, dat die een nulstelsel gaan vormen. En we zetten hier nog eens de twee voorbeelden naast elkaar. En dan zie je dus wel duidelijk dat je telkens paren vindt van vectoren die je 2-aan-2 kunt laten wegvallen bij die inwendige krachten. Nu, een belangrijke opmerking hierbij is dat het heel belangrijk is dat je goed vastlegt wat precies jouw beschouwde stelsel is. Want dat gaat namelijk bepalen welke krachten inwendig en uitwendig zijn en dus ook welke krachten dat er ten opzichte van elkaar gaan wegvallen. Beschouw bijvoorbeeld de tekening links, de tekening waar we ons stelsel van de zon, de aarde en de maan hadden. Wel, stel dat we nu plotseling niet meer geïnteresseerd zijn in die interactie met de zon of in de globale beweging van de drie hemellichamen, maar dat we enkel geïnteresseerd zijn in hoe dat de aarde en de maan samen bewegen. Wel, in dat geval gaan we de zon buiten ons beschouwde stelsel halen en dan worden plotseling die inwendige gegeven krachten, die de aantrekking tussen de zon en de maan enerzijds en tussen de zon en de aarde anderzijds beschrijven, worden dat niet langer interne krachten, maar dan zijn dat voor dit specifiek probleem plotseling uitwendige krachten. En vandaar dat ik die ook in het rood heb getekend. En dan zie je dat die ook plotseling niet meer wegvallen en dat we die dus wel degelijk gaan mee moeten nemen als we de berekening van dit stelsel willen uitvoeren. Hetzelfde zien we ook rechts. Stel bijvoorbeeld dat ik die rechtse kaart, dat ik die vervang door een vaste constructie. Of bijvoorbeeld stel je voor dat ik die kaart op een of andere manier vastmaak in de ruimte. Wel, dan ga ik kunnen zeggen dat ik die niet meer in beschouwing neem bij mijn probleem. Dat ik die niet meer ga beschouwen als een punt dat ik ga bestuderen. En dat ik in de plaats daarvan puur de beweging van de linkse kaart ga bestuderen. En ook hier geldt dus, als ik de krachten aanbreng op de linkse kaart, naast de reactiekrachten die in het onderste punt, waar dat de kaart op de grond steunt, en die hier niet zijn aangebracht, dat ik ga moeten kijken naar de kracht die mijn kaartmuur, zeg maar, nu uitoefent op de linkse kaart. En dat dus dat wel degelijk een kracht is die ik in rekening ga moeten brengen. Ik ga die niet kunnen laten wegvallen ten opzichte van de kracht die op de muur, de rechtse muur of de rechtse kaart werkt, omdat die nu geen deel meer uitmaakt van ons stelsel. Dus een zeer belangrijke boodschap, want dit is iets dat gemakkelijk uit het oog wordt verloren. Je mag deelstelsels definiëren binnen je groep van lichamen, maar je moet dan wel degelijk rekening mee houden dat de krachten op de interfaces tussen verschillende voorwerpen, waarvan het ene binnen het beschouwde stelsel ligt en het andere erbuiten ligt, dat je die kracht op die interfaces gaat moeten meenemen als externe krachten en dat je daar dus niet mag gebruik maken van het concept dat die samen nulstelsel vormen. Dus dat is iets belangrijk om mee te nemen.
Hier heb je een voorbeeld waar al deze krachten tegelijk in voorkomen. Het is een drijfstangmechanisme dat aangedreven wordt door bijvoorbeeld een verbrandingsmotor die een zuiger in beweging brengt. Dat is een kracht die rechts in de figuur te vinden is. En dat is een uitwendige gegeven kracht. En die kracht gaat ervoor zorgen dat de hele groep van linkages, is dat in het Engels, dus van staven in beweging wordt gebracht. En in dit geval hebben we te maken met twee staven die met elkaar verbonden zijn in het scharnier bovenaan deze tekening. En die verbinding die wordt dus verzekerd door een zekere inwendige bindingsreactie. Dus het tweede voorbeeld. Dan zien we ook dat we nog een tweede scharnier hebben. En dat tweede scharnier vind je linksonder in de tekening. Dat is een scharnier dat met de buitenwereld verbonden is. En aangezien we dus een kracht hebben, omdat we kijken naar de krachten binnen dat scharnier, is het ook een bindingsreactie. Maar omdat we ditmaal met de buitenwereld verbonden zijn, spreken we nu van een uitwendige bindingsreactie. En tot slot heb je ook nog een veer die opgespannen is tussen de twee staven. Die veer die oefent kracht uit op twee elementen van het stelsel dat we beschouwen. En dus gaat het hier om een inwendige gegeven kracht. Gegeven, want we kennen de vergelijking van de veer. Die is gegeven door de wet van Hooke. Een volgende belangrijke soort kracht die ik graag zou behandelen, dat zijn de relatieve krachten. En relatieve krachten, zoals het woord al zegt, dat zijn krachten die voorkomen als we te maken hebben met assenstelsels die relatief ten opzichte van elkaar in beweging zijn. Wat we dus ook in het verleden al relatieve assenstelsels hebben genoemd. En we hebben al zulke relatieve krachten in het verleden besproken, natuurlijk. Nu zou ik toch graag even daar wat dieper op ingaan en meer bepaald bespreken welk effect die zouden kunnen hebben op statica. Problemen. En het voorbeeld dat ik graag zou behandelen, dat is dat van een zweefmolen. Dat is een kermisattractie die jullie misschien wel zullen kennen. Zo'n zweefmolen, dat is eigenlijk niets anders dan een lange roterende paal. En in dit geval geven we die rotatie aan met een hoeksnelheidsvector omega. Dus dat wil zeggen dat we een constante rotatiesnelheid hebben. En aan die roterende paal zijn een aantal karretjes vastgemaakt, of een aantal zeteltjes vastgemaakt, door middel van een kabel. En ja, de beleving van die attractie die ziet er ongeveer zo uit. Dus je ziet dat die karretjes schuin gaan hangen onder invloed van de krachten die klaarblijkelijk op de karretjes werken. Nu zou ik zeggen, pauzeer even de video en probeer eens na te denken welke krachten er precies op zo'n karretje of op zo'n zeteltje werken. Dus ik geef je even de tijd, niet lang, en dan ga ik meteen verder. De krachten die je wellicht gevonden hebt, het is niet zo'n ingewikkeld probleem, dat zijn enerzijds de zwaartekracht en die werkt in dit geval volgens de min 1z-richting. Trouwens, de z-as heb ik gedefinieerd volgens de richting van de paal, volgens de lengterichting van de paal. Dus ook volgens de rotatievector omega. En anderzijds de x- en de y-as, dat is zeker niet onbelangrijk om te vermelden. Die roteren mee met het karretje. En de x-as die is namelijk gericht van de paal naar dat karretje. Die x-as staat trouwens ook loodrecht op de z-as in dit geval. Dus loodrecht op de lengterichting van de paal. Was ik even vergeten te vermelden. En de x-as, is dus op die manier gedefinieerd. De y-as die staat loodrecht op de z- en op de x-richting. En vervolledigt zo de drievlakshoek. Dus we hebben enerzijds de zwaartekracht, die volgens de 1z-richting werkt. En dan zien we dat we ook nog een reactiekracht gaan hebben, de spankracht van de kabel. En die noemen we R. Die spankracht van de kabel die is uiteraard gericht volgens de lengterichting van de kabel, zeg maar. En gaat dus bepaald zijn door hoe dat de kabel opgespannen is. Nu willen we het statica-probleem hier oplossen. Dat betekent dat we gaan zoeken naar krachtenevenwichten en dat we dus de reactiekracht willen uitbalanceren met alle externe krachten die op het karretje werken.
En dan zie je dat dat in de Z-richting wel mogelijk is. De reactiekracht die heeft een Z-component in de tegengestelde zin als de zwaartekracht. Dus dat lijkt oké. Maar in de X-richting, daar zitten we blijkbaar met een probleem. Die reactiekracht zoals we die hier getekend hebben, die heeft een component volgens min X in dit geval. Maar de zwaartekracht heeft geen component in de X-richting. Dus dat wil zeggen dat we op dit moment nog een kracht vergeten zijn en dat we nog een extra kracht gaan moeten zoeken. Wat gaat die kracht precies zijn? Merk eerst en vooral op dat bij een statica-probleem dat we gaan proberen te zorgen dat we geen beweging hebben in het beschouwde assenstelsel. En dat is hier ons XYZ-assenstelsel dat meebeweegt met de zeteltjes. Maar dat assenstelsel dat is natuurlijk zelf nog wel aan het bewegen ten opzichte van zijn omgeving. En dat is ook bijvoorbeeld het geval met de aarde. Het aardoppervlak, dat kan in beweging zijn ten opzichte van het voorwerp dat je bekijkt. En dat was de basis achter de slinger van Foucault, bijvoorbeeld. Nu, als het zo is dat ons beschouwde assenstelsel in beweging is ten opzichte van ons vast of inertiaal assenstelsel, dan gaan we moeten werken met relatieve assen. En dan gaan we dus een aantal versnellingen krijgen, Coriolisversnelling, sleepversnelling, die de kinematica in absolute assen gaan wijzigen ten opzichte van die in de relatieve assen die we kennen. We hebben dat probleem eerder al uitgewerkt. We hebben die versnellingen bepaald. En dan hebben we ook besproken dat we in de uitdrukking van de kracht, de wetten van Newton, die gelden in een inertiaal assenstelsel, dat we die daar dus in moeten toevoegen om dus onze absolute versnelling te vervolledigen. En dan hebben we ook gezien dat we die krachten, of die versnellingen, dat dat aanleiding geeft tot termen M maal A, die dus de dimensie hebben van een kracht. En die kunnen we naar het linkerlid verschuiven bij de som van alle krachten die op ons stelsel werken. Dat is in dit geval aangegeven door de letter F. Die twee relatieve krachten, die zijn hier aangegeven door FC en FS. En FC, dat was de Corioliskracht, werd min 2m maal het vectorieel product van omega en v. En anderzijds hebben we de sleepkracht. Dat is een combinatie van alle andere termen die we nog hadden. En in dit geval is de term die van belang gaat zijn, die tweede term. Dat is omega vectorieel met omega vectorieel vermenigvuldigd met r-accent. R-accent is de positie in ons bewegende assenstelsel. Die andere twee termen in dit geval zijn nul, omdat we constante rotatiesnelheid hebben. En ook omdat de oorsprong van ons assenstelsel dat die niet transleert. Dus we hebben enkel die middelste term die een rol speelt. En die term, dat is de middelpuntvliedende kracht. En die middelpuntvliedende kracht gaat, als we dat vereenvoudigen, of als we die vectoriële producten uitwerken, gaat dat m omega kwadraat r worden, waarbij r de afstand is het zeteltje loodrecht tot de paal, de roterende paal, dus de z-as. En die gaat volgens 1x gericht zijn. En dan zie je dat die bijkomende kracht, die relatieve kracht, dat die verklaart waarom onze reactiekracht niet volgens de z-as ligt, maar een beetje afbuigt en dus een x-component heeft, dus liever. Dat is om die middelpuntvliedende kracht volgens de x-as, om die te compenseren. En zo zie je dus dat je hier drie krachten, dat hier aan drie krachten moet denken, dat je twee uitwendige gegeven krachten hebt, waarvan er één dus die relatieve kracht is, de andere is de zwaartekracht, en dat de reactiekracht R, dat die voor die twee krachten moet compenseren. Nog één opmerking hier. Dus we hebben zowel Corioliskracht als sleepkracht. Als het gaat over statica-problemen, dan weten we dus dat we geen beweging gaan willen creëren in ons relatieve assenstelsel. En dan betekent dat ook dat de snelheid v, die was uitgedrukt in onze relatieve assen, dat die gelijk aan 0 moet zijn.
En aangezien de Corioliskracht, aangezien dat die proportioneel is met die snelheid v, en volledig afhankelijk, die komt voor in ons vectorieel product, betekent dat automatisch dat voor statica problemen alleszins, dat daar de Corioliskracht altijd gelijk aan 0 moet zijn. En dus de enige kracht die we gaan moeten beschouwen in een statica probleem, dat is de sleepkracht. En meer bepaald, als we uitgaan van een constante rotatiesnelheid, als we ervan uitgaan dat onze oorsprong van onze relatieve assen, dat we die vast kiezen, dat die niet transleert, dan gaat dat enkel de middelpuntvliedende kracht zijn. Een volgende kracht die we wat meer in detail gaan bespreken, dat is wrijvingskracht. En daar valt bijzonder veel over te zeggen. De studie van wrijvingskracht, dat noemt men tribologie, dat is nog altijd een zeer actieve field of study, actieve onderzoeksveld, waar vandaag nog altijd wetenschappelijke werken over geschreven worden. Dus zeer ingewikkeld, maar ook zeer interessant onderwerp. En we gaan zeker niet te diep in detail gaan, maar ik ga toch proberen om een aantal basisconcepten mee te geven die je moet begrijpen als we het over wrijvingskrachten hebben. Wrijvingskrachten spelen namelijk een zeer belangrijke rol. Niet alleen omdat ze de oorzaak zijn van energieverliezen, dat is waar ze voornamelijk voor bekend zijn, veronderstel ik. Maar ze zijn ook bijvoorbeeld belangrijk als het gaat om voortbeweging. Probeer maar eens jouw auto te starten op een ijzige ondergrond, of probeer maar eens rond te lopen op een schaatsbaan zonder schaatsen. Je merkt meteen dat dat bijzonder moeilijk gaat. En dat is omdat we die wrijving met de grond nodig hebben om ons te kunnen afstoten. Dus enerzijds is het ongewenst in de zin van het veroorzaakt energieverliezen, maar anderzijds is het ook essentieel voor bepaalde bewegingen. En we gaan daar dus wat dieper op in. We gaan kijken hoe we wrijving kunnen beschrijven, hoe we wrijvingskrachten kunnen modelleren ook, en welke soorten wrijving dat er precies zijn. Maar eerst en vooral, wat is wrijvingskracht nu precies? Wel, wrijvingskracht komt voor als je twee lichamen in contact hebt. Het kan zijn dat een van die twee lichamen stilstaat. Dat is dan het geval als je het hebt over contact met de grond, bijvoorbeeld. Maar het is ook perfect mogelijk dat het om twee bewegende lichamen gaat. Zoals bijvoorbeeld tandwielen in een tandwielkast, of zoals twee handen die we tegen elkaar wrijven. Nu, de wrijvingskracht die gaat optreden in de contactpunten, dus de plaatsen waar die twee lichamen met elkaar in contact treden. De vector die de wrijvingskracht beschrijft, die gaat liggen in het contactoppervlak tussen beide voorwerpen. En dat is het oppervlak dat aan beide voorwerpen of aan beide lichamen raakt. En die vector gaat gericht zijn volgens de richting van de beweging. En hoe komt dat? Wel, dat is omdat die wrijvingskracht dat die zich gaat verzetten tegen de relatieve beweging van de twee lichamen. En dat betekent dus ook dat die kracht dat die volgens die richting van die relatieve beweging moet liggen, want die gaat natuurlijk in zekere zin de krachten moeten opnemen die die relatieve beweging veroorzaken. Nu, als je wrijving gedetailleerd wil bestuderen, dan zou je eigenlijk op microscopisch vlak, op microscopisch niveau, moeten kijken. En als we een willekeurig voorwerp nemen, dan gaat het oppervlak van dat voorwerp gaat dan niet perfect glad zijn. Er gaan wat ruwheden zijn. En die oppervlakte-ruwheden, het zijn die met elkaar in contact gaan komen. Dat betekent dus ook dat we geen contactvlakken echt gaan hebben, maar dat we eerder moeten spreken over meerdere contactpunten. En hoe meer van die contactpunten dat we hebben, hoe meer wrijving dat er gaat zijn. Dus dat betekent ook dat hoe ruwer een oppervlak is, en dat weet je intuïtief wel, hoe meer wrijving dat oppervlak gaat uitoefenen. Maar dat is niet het enige waarvan wrijvingskracht afhankelijk is. Naast de ruwheid van de contactoppervlakken, die trouwens volledig of zeer sterk afhankelijk is van de materialen die in contact zijn. IJs is bijvoorbeeld uit zichzelf zeer
zeer glad, heeft een zeer glad oppervlak. Dat komt ook omdat de ruwheden gewoon sneller wegsmelten. Maar dat zie je in materiaalkunde. Maar bijvoorbeeld hout, dat heeft al een veel ruwer oppervlak. Dus hout, in contact met hout, dat gaat voor veel meer wrijving zorgen. Er zijn andere zaken naast dus materialen en hun ruwheid van het contactoppervlak die een rol spelen. Temperatuur kan bijvoorbeeld een rol spelen. Ook de kracht, dat gaan we later in detail zien. De kracht die de twee voorwerpen in contact op elkaar uitoefenen, normaalkracht dan meer specifiek, gaat ook een rol spelen. En als de twee oppervlakten ten opzichte van elkaar in beweging zijn, gaat ook de relatieve snelheid een rol spelen. Je ziet dat dit zijn maar vijf elementen, maar er zijn er nog veel meer in de praktijk. En je ziet dat door al die verschillende elementen en het feit dat we eigenlijk op microscopisch vlak moeten kijken wat we niet kunnen doen of zeer moeilijk kunnen doen, dat bijzonder moeilijk te modelleren gaat zijn. En de interacties tussen die oppervlakken gaan we eigenlijk modelleren met statistische modellen over het algemeen. Statistische empirische modellen die dus te maken hebben met experimentele waarnemingen en die we zo op die manier in een model proberen te gieten. Nu, wij gaan niet al te diep in op die modellen. Wij gaan ons eerder beperken tot elementaire wetten. Dus vrij simpele wetten die we op macroscopisch vlak zeg maar kunnen beschrijven. En we gaan ons ook beperken tot puntcontacten. Dus we gaan niet spreken over contactoppervlakken. We gaan ook niet kijken naar meerdere kleine puntcontactjes op de plaats waar die lichamen mee in contact zijn. Enkel als we echt op macroscopisch vlak grote contactpunten zien, bijvoorbeeld de twee wielen van een fiets, ja, dan gaan we wel twee puntcontacten daar definiëren, één op elk wiel. Maar we gaan niet op microscopisch vlak kleine puntcontactjes definiëren. En zo zie je hier rechts dat we dus dat contact tussen die twee lichamen met dus de verschillende contactpunten op de plaats waar de ruwheden met elkaar in contact komen, dat we dat gaan modelleren als twee gladdere lichamen, zeg maar, met één specifiek contactpunt. En daar kunnen we dus de wrijvingskracht in aanbrengen. Dat zijn die groene pijltjes hier, de groene vectoren hier. En die voldoen uiteraard aan het actie-reactie-principe. Dus de linkse pijl zou bijvoorbeeld de kracht zijn die lichaam 1 op lichaam 2 uitvoert. De rechtse pijl zou dan de kracht zijn die lichaam 2 op lichaam 1 uitvoert. Dus ook dat is een belangrijk punt. In dat contactpunt hebben we dus wrijvingskrachten die voldoen aan het actie-reactie-principe. Een belangrijk concept als het gaat om wrijvingskrachten is het onderscheid tussen statische en dynamische wrijvingskrachten. En daar gaan we dus eventjes wat tijd aan bestuderen. En om duidelijk te maken wat dat juist inhoudt, wel, daarvoor ga ik een klein voorbeeld gebruiken. Dat is het voorbeeld van een blok dat we op de grond zetten en dat we proberen voort te duwen. Dus laten we daar even naar kijken. Stel, je hebt in je appartement een zware kast staan. Die kast die ondervindt natuurlijk een zwaartekracht, M maal G, waarbij M zijn massa is. En om ervoor te zorgen dat die niet door de grond zakt van jouw appartement, gaat er een normaalkracht N op de onderkant van die kast werken. En die compenseert de zwaartekracht perfect. Dat is iets wat jullie waarschijnlijk al kennen ondertussen en wat jullie zelfs wellicht in het middelbaar hebben gezien. Nu, stel dat ik die kast wil verplaatsen. Wat ik dan ga doen, is mij wellicht achter die kast zetten en beginnen duwen. Dat is als ik geen parket heb, tenminste, waar ik krassen op wil maken. Jammer genoeg is dat hier wel het geval, maar goed. Ik begin dus te duwen en ik merk dat als ik een licht duwtje geef, dat er geen beweging in die kast komt. Hoe komt dat dan precies? Wel, als we hier het krachtenevenwicht uitschrijven, dan merk ik dat als ik duw met een bepaalde kracht F op die kast, dat er een tegengestelde kracht moet zijn die kast op zijn plaats houdt. En dat is
maar er is maar één mogelijkheid daarvoor. Dat moet dus de wrijvingskracht zijn. En die werkt, zoals we in de vorige slides hebben gezien, op het contactoppervlak. En die gaat in de tegengestelde zin dezelfde richting als mijn duwkracht gericht zijn en in tegengestelde zin. De grootte van die wrijvingskrachtvector moet dan exact gelijk zijn aan de kracht die ik uitoefen op de kast. Anders zou de kast in beweging komen. Nu, stel dat ik wat meer moed heb en ik begin gewoon wat harder te duwen om toch maar die kast in beweging te krijgen. Ook dan gaat de wrijving proportioneel toenemen om ervoor te zorgen dat die kast op zijn plaats blijft staan. En dat gaat zo voort naarmate ik mijn kracht verder opdrijf. Nu, op een bepaald moment gaat de kracht die ik uitoefen op de kast zo groot worden dat de wrijvingskracht niet langer meer mijn efforts gaat kunnen tegenwerken. En in dat geval zien we dat er een verschil gaat zijn tussen de kracht F die ik uitoefen op de kast en de wrijvingskracht FW in het groen. Dat verschil in kracht, dat gaat omgezet worden via de wet van Newton in een versnelling en dus gaat eindelijk mijn kast beginnen te bewegen. Wat we zo net beschreven hebben, dat kunnen we ook in een grafiek weergeven. En in die grafiek, die je hier op deze slide ziet, definiëren we op de abscis of de x-as de snelheid v en op de y-as of de ordinaat de wrijvingskracht fw. Nu, als de snelheid v gelijk is aan 0, dan zitten we in de situatie waar we het blok aan het duwen zijn, maar geen beweging in krijgen. En dan heb je dus gemerkt dat de wrijvingskracht, dat die verschillende waardes kan aannemen als die snelheid v gelijk is aan 0. Die waardes, dat zal gewoon de waarde zijn die nodig is om onze duwkracht te compenseren. En dat is dus deze oranje lijn van verschillende waardes van de wrijvingskracht die we daar terugvinden. En die oranje lijn, of die wrijvingskrachten, bij dus een snelheid gelijk aan 0, die noemen we statische wrijvingskrachten. In het Engels wordt ook gesproken van static friction of soms kort van stiction. Nu, anderzijds, een keer dat ons blok een bepaalde snelheid begint te krijgen, dan komen we in een nieuw regime en dan komen we in het regime van dynamische wrijving. Dat wordt dan in het Engels dynamic friction genoemd, soms ook kinetic friction of sliding friction. En die dynamische wrijving die gaat dus ook nogmaals de beweging tegenwerken, maar die gaat dus tegengesteld aan de snelheid werken. Je merkt op dat er een soort van knik in die curve zit. En die geeft eigenlijk aan dat de maximale wrijving dat die in het statische regime plaatsvindt. Maar van zodra dat je een bepaalde snelheid aan je voorwerp hebt kunnen geven, dan ga je iets minder weerstand voelen. Dus die dynamische wrijving op lage snelheden, snelheden, die gaat minder hoog zijn dan de maximale statische wrijvingskracht die je kunt ervaren. Nog iets wat je kunt zien op deze grafiek is dat dynamische wrijving de neiging heeft om toe te nemen naarmate de snelheid verhoogt. Dat geldt trouwens ook voor luchtweerstand bijvoorbeeld. Dus niet noodzakelijk contactwrijving. Over het algemeen, in de meeste gevallen, is die hellingsgraad van de dynamische wrijving, is die weliswaar vrij klein. Merk tenslotte ook op dat in deze grafiek de snelheid en de wrijvingskracht, dat die zowel positieve als negatieve waardes kunnen aannemen. Dat is een typische voorstelling van deze wrijvingskracht versus snelheidsgrafiek. Dat houdt dus in dat we hier op de assen niet de moduli van de vectoren, van de snelheidsvector en van de wrijvingskrachtvector, weergeven. Maar het gaat om de modulus vermenigvuldigd met een teken dat de zin van die vector weergeeft. Dus je zou kunnen zeggen dat het de parameterwaarde is
als je de snelheid en de wrijvingskracht volgens een vaste as uitschrijft. En als je dus ook via die as beweegt. Of als je snelheid volledig volgens die as ligt. Dus dat is even een kleine opmerking om verwarring te voorkomen. Even samenvatten. We hebben te maken met twee zeer verschillende soorten wrijving. Enerzijds hebben we statische wrijving, waarmee we te maken hebben als er geen relatieve snelheid tussen de lichamen is. En die blijkt dus afhankelijk te zijn van de kracht of de resulterende kracht die we volgens het contactoppervlak gaan uitoefenen. En dat wil dus met andere woorden zeggen, als je erover nadenkt, dat die statische wrijvingskracht zich eigenlijk gaat gedragen als een reactiekracht. Die doet namelijk hetzelfde. Die gaat ook gewoon de resulterende kracht opnemen om beweging te verhinderen. Daartegenover hebben we dan dynamische wrijving. En daar zijn de lichamen relatief wel ten opzichte van elkaar in beweging. En die dynamische wrijving die gaat dan afhankelijk zijn van de snelheid volgens het contactoppervlak. Over het algemeen gaat die vrij moeilijk te berekenen zijn en gaan we moeten vertrouwen op bepaalde modellen. We gaan dus niet zomaar krachten evenwichten kunnen uitschrijven om die dynamische wrijving te bepalen. En laten we dus even kijken naar een aantal simpele modellen die dynamische wrijving weergeven. Nu, die wrijvingsmodellen die zijn vrij ingewikkeld. Er zijn heel wat effecten die een rol spelen, ook onder andere dynamische modellen. Wij gaan ons beperken hier tot de simpelste quasi-statische modellen. En het eerste model dat we daarin willen bespreken of kunnen bespreken, dat is het model met Strebeck-wrijving. Dat model dat ziet er ongeveer zo uit, dat is eigenlijk ook de grafiek die ik daarnet had getoond. Je gaat er dus vanuit dat we een relatie proberen te zoeken tussen de wrijvingskracht en tussen de snelheid. En je ziet dus alles hierin terugkomen wat we daarnet hebben besproken. Je gaat enerzijds toelaten dat bij een snelheid 0 dat de wrijvingskracht willekeurige waardes kan aannemen, die je dus moet toelaten om te compenseren voor de resulterende kracht. Eenmaal het systeem in beweging is, hebben we een toenemende dynamische wrijving. En daartussen, en dat is precies wat die Strebeck-wrijving is, of wat het Strebeck-effect is. Als we de overgang maken van statische naar dynamische wrijving, dan heb je daar dat knikje in de grafiek. En die zegt ons dus dat eens jouw voorwerp in beweging is, dat we een lagere kracht gaan nodig hebben om die bij lage snelheid te laten bewegen. Nu, dit model met Strebeck-wrijving is vrij functioneel, wordt vaak gebruikt, maar toch is het soms interessant om naar iets simpelere modellen over te gaan. En een eerste simpel model dat we kunnen gebruiken, wel daarbij gaan we dat Strebeck-effect verwaarlozen en gaan we wrijving dus puur voorstellen als een constante bijdrage, plus dan nog een snelheidsafhankelijke bijdrage. Een wiskundige uitdrukking voor dit model vind je rechtsonder op de slide. We zien dat er dus die twee termen zijn. De linkse term, de eerste term, is een constante a maal de signumfunctie van de snelheid v. En die signumfunctie die geeft aan wel dat we een bepaalde getalwaarde hebben van de wrijvingskracht. Dat zien we ook op de grafiek trouwens. Als de snelheid positief is, dan wordt die getalwaarde positief. Als die snelheid negatief is, wordt die getalwaarde negatief. En zoals eerder dus al vermeld, heeft dat te maken met het feit dat we de snelheid, dat we die een vaste richting meegeven of een vaste eenheidsvector. En als we dus de snelheid omkeren, betekent dat dat we een negatieve waarde voor v gaan krijgen. Vandaar dus dat we hier de signumfunctie moeten invoeren, want ook die wrijvingskracht moet natuurlijk de negatieve waarde van v volgen. De tweede term dan is een nieuwe constante b. En die wordt vermenigvuldigd met de snelheid v, die typisch tot een bepaalde macht wordt verheven. Dat is dan macht c
Ook dat is weer een constante. In dit simpele model kan C dus verschillende waarden aannemen. Maar als we het nog verder willen vereenvoudigen, dan kunnen we zeggen dat C gelijk aan 1 is. En dan krijg je dus een lineair verband daar. Dat is een benadering die vaak wordt gemaakt. Uiteraard is die ook geldig als je in een kleine range van snelheden zit. Dat is het typische geval van linearisatie. Indien gewenst kun je dit dan nog verder vereenvoudigen. Die tweede term die is namelijk in veel gevallen kleiner dan de eerste. En kun je dus verwaarlozen ten opzichte van die eerste term. In dat geval kom je uit op het model dat je op de volgende slide terugvindt. En dat is wat het meest eenvoudige model is dat je kan bedenken. Daar neemt de dynamische wrijvingskracht een constante waarde aan voor een bepaalde snelheid. Dus die waarde die wordt vaak symmetrisch gekozen voor negatieve en positieve snelheid en is dus enkel nog verschillend in het teken. Nu, de volgende vraag die we ons dan kunnen gaan stellen is, oké, we hebben daar een constante waarde, allemaal goed en wel, en dat beschrijft de wrijving misschien vrij goed, maar wat is precies die waarde van de dynamische wrijvingskracht die we daar gaan terugvinden? En is die eventueel van iets afhankelijk dat we kunnen beschrijven? En op een gelijkaardige manier, we hebben ons nu vooral gefocust op de dynamische wrijvingskracht, maar ook in de statische wrijvingskracht hebben we een grens boven de welke dat we overgaan naar beweging, dat we overgaan naar dynamische wrijving. En dan kunnen we ons ook de vraag stellen, kunnen we ergens een formule vinden voor die grens? En het antwoord is wel deels nee. We gaan wel ergens empirische data nodig hebben en experimenten moeten uitvoeren om die grens te bepalen. Maar anderzijds is er ook een zeer belangrijk verband dat ontdekt werd door Coulomb. En dat geeft aanleiding tot de hypothese van Coulomb. De hypothese van Coulomb die zegt ons dat de wrijvingskracht, hetzij de maximale statische wrijvingskracht of gewoon de dynamische wrijvingskracht, dat die afhankelijk gaat zijn van de normaalkracht die werkt op het lichaam. En dat kun je als volgt begrijpen. Je hebt hier een voorwerp van een willekeurige vorm en je ziet dat er, dat voorwerp dat ligt ten eerste op de grond en heeft twee contactpunten met die grond. En we zien dat er dus in die contactpunten krachten gaan moeten werken. Enerzijds normaalkrachten N1 en N2 die samen de zwaartekracht compenseren. En anderzijds wrijvingskrachten FW1 en FW2 als er een bepaalde kracht wordt uitgeoefend of als dit voorwerp in beweging is. En laten we van dat tweede uitgaan op dit moment. Dus we hebben twee wrijvingskrachten, FW1 en FW2, naar links gericht. Betekent dus dat het voorwerp naar rechts aan het bewegen zou zijn. En laten we nu even kijken wat er gebeurt als we een neerwaartse druk uitoefenen op dit voorwerp. Het zij omdat er iemand op gaat zitten, het zij omdat er echt iemand letterlijk op aan het duwen is. Die neerwaartse druk die gaat er eerst en vooral voor zorgen dat die normaalkrachten N1 en N2 dat die gaan moeten toenemen. En nu is het zo dat naarmate die normaalkrachten toenemen, dat ook de druk op die contactpunten dat die alsmaar groter gaat worden. En dat gaat ervoor zorgen dat die contactpunten mogelijk wat gaan vervormen. Je kan je dat gemakkelijk inbeelden bij een spons. Als je op een spons drukt, dan zie je die letterlijk vervormen. En dat is een heel elastisch materiaal. Maar ook stenen bijvoorbeeld, heel rigide, heel starre voorwerpen, gaan een zekere vervorming toelaten. En als je op microscopisch vlak zit te kijken, zoals dat het geval is bij wrijving, dan ga je op microscopisch vlak dus die vervorming hebben en gaat dat ervoor zorgen dat er plotseling meer contactpunten gaan zijn dan die contactpunten die dat je initieel had. En in dit voorbeeld kan het dus bijvoorbeeld zijn dat dat uitsteeksel daar in het midden, dat dat ook in contact gaat komen met de grond. En dat heeft twee gevolgen. Eerste gevolg is natuurlijk dat ook in dat punt een deel van de normaalkracht gaat opgenomen worden. En dat is goed, want dat betekent dat
de twee andere contactpunten, hè, die zo'n grote normaalkracht ondervonden, dat die een beetje, ja, dat die een beetje ontlast gaan worden. Dus dat is positief van het perspectief van materiaalsterkte. Maar uiteraard, ja, dat is ook belangrijk om op te merken, die totale normaalkracht die blijft natuurlijk wel gelijk aan de neerwaartse druk. Dus de som van die druk en de zwaartekracht. Dus dat is wel belangrijk om op te merken. Maar dat is iets minder belangrijk hier. Wat wel belangrijk is, is dat we dus een nieuw contactpunt krijgen en dat we daar ook een nieuwe wrijvingskracht in gaan aanbrengen. En daar geldt dan wel, als we spreken over dynamische wrijving, dat meer contactpunten, dat betekent dat er een hogere wrijvingskracht in totaal gaat zijn. En dat betekent dus, als we erover nadenken, dat de hypothese van Coulomb ons gaat zeggen dat hoe hoger de neerwaartse druk op een voorwerp, en dat vertaalt zich dus in een hogere totale normaalkracht, hoe hoger die totale normaalkracht, hoe hoger dan onze wrijvingskracht gaat zijn. Of met andere woorden, de wrijvingskracht die gaat proportioneel zijn met de normaalkracht. Dat is iets wat experimenteel werd aangetoond. En dat kun je dan in een formule gieten. Dat is de zogenaamde Coulomb-wrijving waarvan je af en toe wel gaat horen. In het geval van statische wrijvingskracht, dan weten we dat de wrijvingskracht altijd kleiner gaat zijn dan een bepaalde coëfficiënt. Die noemen we Fs, dat is de wrijvingscoëfficiënt, statische wrijvingscoëfficiënt in dit geval, vermenigvuldigd met die normaalkracht N, waarmee de maximale wrijvingskracht in dit geval dus proportioneel gaat zijn. En ik spreek van maximale wrijvingskracht, omdat het natuurlijk gaat om dat uiterste punt op de grafiek, en die heb ik hier met bolletjes aangeduid. Waarvoor geldt dat als je dat uiterste punt gaat bereiken, of als je daarover gaat, dat je dan beweging gaat veroorzaken en dat je in het regime van dynamische wrijving komt. Dat is statische wrijvingskracht, maar de hypothese van Coulomb werkt dus ook op dynamische wrijvingskracht, zoals in de vorige slide gezien. Daar geldt dezelfde formule, maar met een gelijkheidsteken. En hier krijgen we een andere coëfficiënt, coëfficiënt die we hier fk noemen, en dat is de dynamische of kinetische wrijvingscoëfficiënt. En die gaat, zoals je hier ook op de grafiek kunt zien, over het algemeen lager zijn dan die statische wrijvingscoëfficiënt. Betekent dus, zoals we ook al in een van de eerste slides over wrijving hebben aangetoond of aangehaald, betekent dat zolang je in statische wrijving zit, dus zolang je voorwerp niet beweegt, dat je harder gaat moeten duwen om die in beweging te krijgen dan de duwkracht die je gaat moeten uitvoeren om het voorwerp in beweging te houden en om de wrijving te overwinnen. Nu, die wrijvingscoëfficiënten die zijn zeer afhankelijk van de materialen waarmee we werken. En specifiek dus ook de materialen die in contact zijn, betekent dat er altijd twee materialen gespecificeerd moeten worden als we die wrijvingscoëfficiënten gaan opzoeken in tabellen. En zo zie je bijvoorbeeld dat een band op een baan, dat die een zeer hoge wrijvingscoëfficiënt gaat hebben. Die gaat wel afnemen als het vochtig is en die gaat vrij drastisch afnemen. Je ziet dat die ongeveer afneemt met een factor 2. Maar over het algemeen is die vrij hoog en dat is ook belangrijk, want als je met de auto rijdt, dan wil je natuurlijk die kracht die je motor genereert, het koppel dat je op je banden zet, moet je dat kunnen overdragen naar je omgeving. Want je duwt je als het ware af op je omgeving om met je auto vooruit te gaan. Dus dat betekent dat je wel degelijk een hoge wrijvingscoëfficiënt nodig hebt om die beweging mogelijk te maken. Het andere extreem is Teflon op Teflon. Teflon is een materiaal dat gemaakt is om zeer weinig wrijving te genereren. En je ziet dat die coëfficiënt hier zo laag is als 0,05. En dat is dus een zeer lage waarde voor de wrijvingscoëfficiënt. Nu, een les over wrijvingskrachten is niet compleet zonder een klassiek voorbeeld. En dat klassieke voorbeeld is een blok op een hellend vlak. Je ziet hier de tekening van de situatie.
Dat is vrij straightforward, denk ik. Dus we hebben een hellend vlak die een hoek alfa maakt met de horizontale. En daarop ligt een blok. Je kan nu de krachten op het blok aanduiden. Moet je zelf proberen te doen. Maar ze zijn hier al meteen gegeven. Je hebt enerzijds natuurlijk de normaalkracht N, die loodrecht op het oppervlak werkt, het hellend vlak. Dus niet volgens de verticale y-richting, maar wel degelijk loodrecht op dat vlak. En de zwaartekracht anderzijds, die werkt wel volgens de verticale. En dat betekent in dit geval dat de zwaartekracht twee componenten gaat hebben. Eén enerzijds langs de normaalkracht en één langs het hellend vlak zelf. Op het hellend vlak, of in de richting van het hellend vlak, kunnen we dan nog een kracht aanduiden op dit blok. En dat is de wrijvingskracht T. En we gaan er nu vanuit dat dat een statische wrijvingskracht is, dus dat het blok in rust ligt op dat hellend vlak. En nu is de vraag, hoe groot gaat precies die wrijvingskracht T zijn? En dan zie je meteen dat die wrijvingskracht T dat die afhankelijk gaat zijn van de zwaartekracht. En dat zie je omdat de zwaartekracht, ja, die heeft dus een component volgens de richting van het hellend vlak. En de wrijvingskracht is de component, of is de kracht, die ervoor gaat moeten zorgen dat die component van de zwaartekracht gecompenseerd wordt. Zo niet, dan gaat het blok beginnen te glijden. En ja, hier zie je dat de groottes van de vectoren niet kloppen uiteraard. Wrijvingskracht zou groter zijn dan de component van de zwaartekracht volgens het hellend vlak. Dat kan uiteraard nooit zo zijn. De wrijvingskracht gaat ofwel kleiner zijn, dat is in het geval van dynamische wrijving zo, of hij gaat ten hoogste gelijk zijn aan die component van de zwaartekracht. Maar goed, dit even terzijde. Wat ons nu interesseert is het bepalen van de grootte van die wrijvingskracht. En we gaan daarvoor het krachtenevenwicht uitschrijven. We doen dat zowel in de richting volgens het hellend vlak als de richting daar loodrecht op. En dan vind je vergelijkingen 1 en 2. Je kan dat snel eens zelf proberen uit te werken. En als we dan vergelijkingen 1 en 2 combineren met de hypothese van Coulomb, dan kunnen we bepalen wanneer het blok zou beginnen te glijden. En je ziet dat dat afhankelijk gaat zijn van de hoek alfa. Hoe hoger je die hoek alfa maakt, hoe groter de component van de zwaartekracht volgens het hellend vlak. En dus hoe groter de kracht die eigenlijk het blok naar beneden wil duwen. Dus hoe gaat dit precies in zijn werking? Wel, we weten dat het blok begint te glijden, volgens de hypothese van Coulomb, als de wrijvingskracht T gelijk is aan de statische wrijvingscoëfficiënt Fs vermenigvuldigd met de normaalkracht. En dat is hier n. Dus dat kunnen we dan substitueren in vergelijking 1. Als we dat doen, krijgen we de vergelijking die we hier hebben staan. En dan kunnen we vervolgens ook de zwaartekracht m maal g uitschrijven als functie van de normaalkracht n. En dat kunnen we doen met behulp van vergelijking 2 van het krachtenevenwicht. En als we dat daarin invoegen, dan kunnen we in het linker... Wel, dan kunnen we ook wat herschikken natuurlijk in de vergelijking. En wat vooral belangrijk is, we kunnen dan die normaalkracht n helemaal schrappen. En dan zie je een interessante betrekking, namelijk dat wanneer het blok dus begint te glijden, dat die statische wrijvingskracht, of alleszins de wrijvingscoëfficiënt, niet de kracht, maar de statische wrijvingscoëfficiënt, dat die gelijk gaat worden aan de tangens van alfa. En alfa is in dit geval dus de hoek, de hellingshoek van ons hellend vlak, op het moment dat het blok gaat beginnen te glijden. Dat betekent dus, als je het omgekeerd bekijkt, hè, dat de statische wrijvingscoëfficiënt, dat we die eigenlijk kunnen karakteriseren door een bepaalde hoek die onze helling gaat moeten aannemen om het blok in beweging te kunnen zetten. En we kunnen dus die wrijvingscoëfficiënt karakteriseren door een hoek die we phi noemen, en dat is de wrijvingshoek. En die gaat gedefinieerd zijn met de formule Fs is gelijk aan de tangens van phi. En dan weten we, hè, dat een blok dus niet gaat glijden van de helling,
zolang dat alpha kleiner is dan phi. Je kunt dat gemakkelijk in de vergelijking uitwerken. Je moet gewoon de hypothese van Coulomb, daar ga je... terwijl dat, als we hier is gelijk aan hebben geschreven in de hypothese van Coulomb, vervang je dat gewoon door een kleiner of gelijk aanteken, dan vind je dat terug. Dus ja, als de hoek, de hellingshoek kleiner is dan die wrijvingshoek phi, dan gaat het blok stil blijven staan. Van zodra die hellingshoek groter wordt dan de hoek phi, dan gaat het blok beginnen te glijden. En dat is een hele interessante manier om de wrijvingscoëfficiënt van de hypothese van Coulomb voor te stellen. En dat geeft je een goed intuïtief inzicht in wat dat juist betekent. Dan nog even deze opmerking. Hoewel we de formule f is tangens phi hebben afgeleid voor de statische wrijvingscoëfficiënt, zou je die uiteraard ook kunnen toepassen op de dynamische wrijvingscoëfficiënt. En dat wordt ook gedaan. En op die manier kun je een dynamische wrijvingshoek definiëren. Wat de definitie van een wrijvingshoek en het voorbeeld van de vorige slide zo interessant maakt, is dat het ons een simpele manier geeft om op experimentele wijze de wrijvingscoëfficiënt, en in het bijzonder de statische wrijvingscoëfficiënt, te bepalen. Je zou bijvoorbeeld een hellend vlak kunnen maken, waarvan je de hellingshoek kan controleren. En daarop kun je dan bepaalde voorwerpen gaan leggen van verschillende materialen. En je gaat vervolgens dan de hellingshoek van dat vlak gradueel verhogen tot je op een bepaalde hoek komt waar dat, het object gaat beginnen te glijden. En dan weet je dat als je de tangens neemt van die hoek, dat je de statische wrijvingscoëfficiënt hebt gevonden. En zo simpel kan het dus zijn. En dat is exact wat Walter Lewin, dat is een voormalige MIT-professor die bekend staat om zijn zeer interessante en levendige hoorcolleges van mechanica, in deze film doet. Hij heeft zo'n hellend vlak gebouwd en hij laat daar op dat hellend vlak verschillende objecten van afglijden. En hij vraagt de kijker telkens om zijn mening, om te voorspellen wat er precies met die glijdende objecten gaat gebeuren. En zoals je op deze thumbnail kan zien, gaat hij ook nog een aantal andere experimenten uitvoeren. Hij gaat verschillende objecten tegen elkaar laten racen, zodanig dat je de invloed van verschillende parameters op de wrijving en op de beweging kan ervaren. Een van die parameters is inertia of traagheid van de objecten. Daar gaan we in deze lessen niet over spreken, maar dat is wel een onderwerp dat volgend jaar aan bod komt. Dus de zaken die echt puur met wrijving te maken hebben, zoals we die deze les hebben gezien, die zitten vervat in de eerste 5 minuten ongeveer van deze film. Maar als je al wat verder wilt kijken en je intuïtie over mechanica wilt testen, nog voordat je de theoretische achtergrond erover gezien hebt, dan kun je natuurlijk eens verder kijken naar deze interessante video. En als je deze video leuk vindt, dan raad ik je zeker ook eens aan om een kijkje te nemen naar de hoorcolleges van Walter Lewin. Die zijn uitgebreid, of daar zijn er verschillende van te vinden op het internet. Een voorbeeld is deze hier, over wrijvingskrachten, toevallig. En daar kun je dus eens naar kijken. En misschien gaat het ook jouw interesse in mechanica aanscherpen. De links naar beide YouTube-video's die kun je in deze slides terugvinden. Of je kan ze zoeken in mijn lijst met interessante YouTube-video's op dit kanaal. En daarmee zijn we jammer genoeg aan het einde van deze les gekomen. Een les waarin we heel veel krachten hebben gezien. We hebben een overzicht gekregen van alle krachten die op een mechanisch systeem kunnen inwerken. En we hebben die gecatalogiseerd of gecategoriseerd in enerzijds uitwendige gegeven krachten of inwendige gegeven krachten. Dat hangt ervan af of ze uitgeoefend zijn door lichamen die van buitenaf komen op ons beschouwde systeem, of dat ze binnen ons beschouwde systeem zich bevinden. Dus dat is inwendig versus uitwendig. We hebben gegeven krachten die dat we kennen of die dat we zelf bepaald hebben. Het zij door bijvoorbeeld een motor die we in het systeem steken en waar dat we de kracht zelf bepalen, ofwel omdat we de bepaalde kracht kennen uit zekere vergelijkingen. Dat is dan het geval bij magnetisme, veerkracht enzovoort.
Dus dat hebben we. We hebben die gegeven krachten. Maar we kunnen ook bindingsreacties hebben. En dat zijn dus de krachten die ervoor zorgen dat de beweging van twee voorwerpen opzichte van elkaar, dat die in zekere mate beperkt wordt. En dat kan dus twee voorwerpen binnen het systeem zijn. Dat zijn dan die inwendige krachten. Of dat kan beweging zijn ten opzichte van de omgeving. En dan ga je het hebben over uitwendige bindingsreacties. Daarnaast hebben we ook nog, dus naast die uitwendige-inwendige bindingsreacties en uitwendige-inwendige gevenkrachten, hebben we nog twee bijzondere krachten besproken. De eerste soort krachten, dat waren de relatieve krachten. Die heb je dus in relatieve assenstelsels, als er relatieve beweging is. En de tweede soort krachten, daar hebben we heel wat aandacht aan besteed. Dat waren de wrijvingskrachten. En dat hebben we gedaan omdat de soorten wrijvingskrachten waarmee je te maken hebt, dat dan een zeer grote impact kan hebben op hoe je het probleem moet oplossen. En de twee grote categorieën waren daar enerzijds de statische wrijvingskracht, die je dus, dat is dus de kracht waarmee je in de statica problemen te maken gaat krijgen. Die vind je door de krachtenevenwichten uit te schrijven en die gaat dus de die gaat zich gedragen eigenlijk als een reactiekracht. Dus de som van alle krachten in een bepaalde richting gaat die tegenwerken, om er maar voor te zorgen dat je geen beweging gaat krijgen. Dat is statische wrijvingskracht. Anderzijds heb je dynamische wrijvingskracht. En daarmee ga je te maken hebben als je systeem al in beweging is. Dus dat valt eigenlijk buiten de scope van de lessen statica. Maar toch wel heel belangrijk dat je weet hoe je dat kan beschrijven. En we hebben een aantal simpele modellen gezien. Allemaal afhankelijk van de snelheid. Dat wordt daar de sleutel grootheid. En daarmee kan je dus de wrijvingskracht beschouwen in zo'n bewegend systeem. Dus als we dat allemaal samen nemen, wat is dan de allerbelangrijkste boodschap van deze les? Wel, dat is dat er heel veel verschillende krachten zijn die je in beschouwing moet nemen. En het is gemakkelijk om er eentje te vergeten. Maar dat is iets wat je absoluut moet vermijden. Want als je een kracht vergeet in je stelsel, dan is de kans bijzonder groot. Dus het is zelfs een zekerheid dat jouw berekening niet zal kloppen. En voor statica problemen, wel heeft dat meteen desastreuze gevolgen. Kan betekenen dat jouw brug of jouw stadion gaat instorten. En dat is een verantwoordelijkheid die je zeker niet wil in je schoenen geschoven krijgen. Dus zorg ervoor dat je bij de start de juiste krachten in jouw probleem identificeert en werk pas verder als je daar zeker van bent. Hoe ga je dan, als je die krachten gedefinieerd hebt, hoe ga je dan verder met het probleem? Wel, dan ga je een aantal oplossingsmethodes moeten toepassen en dan zitten we terug langs de weer meer wiskundige kant van de mechanica. En die oplossingsmethodes, die gaan we in de komende lessen bespreken. Dus ik hoop dat jullie ook dan weer van de partij zullen zijn. En ik zet binnenkort mijn nieuwe filmpjes op YouTube. Dus hou zeker in de gaten, hou dit kanaal zeker in de gaten voor updates. En dan hoop ik dat ik jullie binnenkort terugzie in een nieuwe YouTube-video. Tot ziens, ciao!